En in Oorschot staat een hele mooie kapel. Kapel den Heilige Nijk. En sommige mensen die het een beetje moeilijk hebben in het leven, die een beetje troost zoeken, die gaan dan naar die mooie kapel in de mooie natuur. En heel veel mensen steken daar een kaarsje aan. Ik heb dat zelf ook in het verleden een aantal keer gedaan. Ik vind het toch wel bijzonder. Het is gewoon een moment van berusting, een stukje bezinning. Je zoekt daar een stukje hoop, moed. Waarop weet je eigenlijk niet precies, maar het is een hele bijzondere plek. Waarom steken die mensen al die kaarsjes aan en wat zit daar aan ideeën achter? Het hele gevoel wilde ik vangen in een heel groot kunstwerk. Ik heb besloten om in het jaar 2012 al die kaarsjes te gaan verzamelen. In het begin heb ik een hele vracht gekregen van de maand januari, toen van februari. En gaandeweg ben ik het steeds meer die kaarsjes gaan verzamelen. En eigenlijk ben ik toen bijna elke dag naar de Heilige Eik gegaan en heb ze elke dag opgehaald. Ik heb ze thuis uitgesorteerd, weer teruggestopt in de originele verpakkingen. Ieder doosje is genummerd, geregistreerd en vanaf mei weet ik per dag exact hoeveel kaarsjes dat eraan zijn gemaakt. En ik wilde dat over dat hele jaar 2012 gaan doen. Voor mij toch wel een beetje een symbolisch jaar. Denk maar aan 21 december 2012. Volgens de Maya-kalender zou er dan een omwenteling komen in de wereld. Vandaag hebben we ze allemaal geplaatst in de ploeg in Bergijk. Vind ik ook een hele mooie ruimte. En in die ruimte mochten ze een keer allemaal als proef uitzetten. Alles is helemaal chronologisch teruggezet zoals ik de kaarsjes verzameld heb. Omdat ik elke dag bij de Heilige Eik kwam, had ik ook heel veel gesprekken vaak met mensen daar. Waarom dat ze die kaarsjes aanmaakten, daar was ik heel benieuwd naar. Bij de kapel van de Heilige Eik ligt trouwens ook boeken. En dan kunnen mensen een verhaaltje inschrijven. En in die verhaaltjes lees je vaak hele ontroerende dingetjes. Een mooi verhaaltje vond ik toch wel van een kindje die vertelde dat ze in een boek had geschreven voor mijn overleden cavia. Had ze een kaarsje aangemaakt. Maar er zit ook een kaarsje, trof ik aan, van een man die een dag later zelfmoord gepleegd heeft. En daar zit ook een heel verhaal achter. Uiteindelijk probeer ik al die verhalen, al die intenties van al waarom die mensen die kaarsjes aansteken, wilde ik vangen in dit ene kunstwerk.